beukenboom. Op het plein tussen de Zijlwijkschool en de Dukdolf in de Leidse Merenwijk is dinsdagochtend een tiny forest aangeplant. Samen met GroenLinks-wethouder Ashley North onthulden twee leerlingen de naam van het minibos, het Regenboogbos, genoemd naar de straat waar de scholen aan zitten. De gemeente Leiden zocht voor de aanleg van dit vierde Leidse Tiny Forest de samenwerking met IVN Natuureducatie. We doen het echt samen met de school, we komen daar ook gastlessen geven en we leiden de kinderen van groep 5-6 op tot mini-boswachters van hun eigen bos. Dus ze krijgen van tevoren een lesje, we leren ze planten, maar we gaan ze ook leren hoe ze daarover kunnen vertellen en hoe ze het bosje kunnen onderzoeken. Hoe groeit dat bos nou, wat kun je er allemaal vinden, wat maakt dat bosje zo bijzonder? Waarom is dat nou zo belangrijk, een tiny forest in de stad? Nou, er zijn meerdere redenen waarom het zo belangrijk is. We brengen de natuur dichter bij de mensen. Niet overal in de stad heb je groen in de buurt. En kinderen groeien steeds vaker op zonder de natuur echt te leren kennen. Nou, dat kan op deze manier eigenlijk heel dicht bij huis. Het planten, maar ook gewoon het genieten van die natuur. Maar daarnaast leveren we natuurlijk ook een kleine bijdrage aan de klimaatproblematiek waar je steeds vaker over hoort. Bomen zorgen gewoon voor wat minder warmte, houden wat water vast en heel veel biodiversiteit. En een tiny forest is nu nog letterlijk echt heel erg tiny, want je plant echt hele kleine boompjes aan. Heeft dat ook nog een reden dat je begint met zulke kleine boompjes? Ja, zeker. Nou, het maakt het ten eerste makkelijker om te planten met de kinderen. Als je hier met enorme bomen aankomt, wordt dat heel lastig. We planten ook heel veel bomen dicht op elkaar aan. En dat is ook makkelijker met kleine boompjes. En dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk heel snel gaan groeien straks. En dat maakt het extra mooi, want de kinderen zien hun eigen boompje opgroeien tot iets waar ze straks al niet meer bij kunnen. Dus ze planten iets wat ze kunnen meten. En na 2 jaar kunnen ze eigenlijk de top al niet meer meten. Ja, die beleving is toch wel een heel belangrijk aspect daar ook van. Ja, zeker als je natuurlijk zelf je boom hebt geplant, dan is het echt je eigen boom. Dat maakt het natuurlijk ook heel bijzonder. Ja, zeker. Nou, je ziet achter me denk ik ook wel dat ze zijn bezig met boomschrijvers aan de bomen ophangen. Daar mogen ze hun naam op schrijven en daarmee adopteren ze naast het bos ook echt een eigen boompje. Ja, en die zien ze de komende jaar gewoon uitgroeien tot een volwassen boom. Wij hebben een boompje geplant en daar zijn we heel blij mee. Dat we ook in Leiden bij de scholen wat groens kunnen maken. Nou, ik heb dus gegraven en ik heb hem erin gestopt en toen heb ik hem weer ingegraven, dus zoiets. En ik heb, ja. Was dat leuk? Ja, ik vond het superleuk. Heb jij zelf een tuin? Thuis? Ja. En staan daar ook bomen in? Ja, olijvenbomen. Even naar de toekomst, zeg over 10 jaar. Hoe ziet de tiny forest er dan uit? Dan is het niet meer zo heel erg tiny natuurlijk. Nee, in oppervlakte wel, maar in hoogte verwachten we heel, heel hoge bomen. Het is nog een beetje de vraag hoe het over 10 jaar uitziet. Het oudste tiny forest is nu 1 jaartje of 6. Maar we zien dat het enorm de lucht in schiet. En dat je hier binnen 2-3 jaar eigenlijk al in een mini oerwoudje loopt. Dus dat voorspelt eigenlijk alleen maar heel veel goeds. Dus eigenlijk heeft gewoon iedere stad zijn eigen tiny forest nodig? Iedere stad, ik zou daar aan toe willen voegen, elke buurt zou eigenlijk een eigen tiny forest moeten hebben.